We zijn vandaag bij Kasteel Oud-Wassenaar en we gaan naar een rockband kijken. En de band heet Play After. Willy, de zanger van de band, wat voor instrumenten speel jij? Ik speel gitaar, saxofoon, mondharmonica en ik ben de zanger van de band. En hoe lang speel je al bij deze band? Bij deze band 10 jaar, maar ik ben al begonnen met mijn 16e zo'n beetje. En hoe lang ga je nog door? Dat weet ik niet, het hangt van mijn gesteldheid af, maar ik hoop nog lang door te gaan. Misha, wat doe jij bij de band Play After? Ik speel gitaar. En dat doe ik met veel plezier. En al sinds het eerste begin van de band, van een jaar of 10 geleden. Het was ook mijn eerste band. We hebben een heel breed repertoire. Allemaal wel een beetje in de rockkant. En we kunnen voor allerlei gelegenheden kunnen we het een beetje sturen. Dus als er wat oudere mensen komen, zo waarschijnlijk ook vandaag, dan zoeken we het wat meer in de oude rock'n'roll, de dansbare rock'n'roll. En als we een keer in een kroeg staan of op een ander soort feest, dan kan het wat steviger zijn, wat meer tegen het rock aan. Dus we kunnen een heel breed repertoire aan. Niels, wat voor instrument speel jij vandaag? Ik speel drums. Hey, en hoe lang doe je dat al? Nou, ik speel al sinds ik kan lopen, maar in deze band pas 1 jaar. En wanneer kon je lopen? Nou, een jaar of 2, 3, denk ik. Maar dan ging het er niet al drummen? Zo, nou, ik zat wel overal al. Ik trok de pot en de pan uit de kast en met de pollepels erop. En wat voor publiek vind je het leukst om voor te spelen? Enthousiast publiek. En leeftijd maakt me verder helemaal niks uit. Als zij maar leuk vinden wat wij spelen. Want dan geeft dat ons ook voldoening. Reinier, wat voor instrument speel je vandaag? Ik ben vandaag bassist. En kan je ook zingen? Ja, ik ben ook zanger, gedeeltelijk. En wat vind je nou echt leuk om te zingen? Rock'n'roll is natuurlijk super leuk om te zingen. Dat is eigenlijk op dit moment het enige wat ik doe, dus meer weet ik niet. En wat is je favoriete band? Van jongs af aan al Metallica, onder andere. En Foo Fighters vind ik al heel gaaf. Wie bent u, mevrouw? Ik ben Nelly Kortebach. En u bent de vrouw van? De zanger, zanger, drummer, saxofonist, gitarist. Wat is het leukste aan Wil? Alles. Oh. Toch? Ik ben Luc, ik ben de beheerder van Kasteel Oud-Wassenaar. Wij doen hier allerlei evenementen. Vandaag hebben we een hele leuke rockband. Volgende week vrijdag hebben we een gala voor jongeren. Verder hebben we komende zondag nog een klassiek concert. We hebben sowieso 1 keer in de maand klassieke concerten. Wat doe je met de opbrengst? Het gebouw is een Rijksmonument, dus een stichting. En alles wat wij binnenbrengen voor festiviteiten en evenementen, dat gebruiken we om het kasteel op te knappen en weer te renoveren. Dus hoe meer feest, hoe sneller het gebouw weer in oude glorie herstelt. We hebben een website, dat is evenementen Kasteel Oud-Wassenaar. Dus daar kunt u de evenementen op vinden. Het was een feestje. Gelukkig is het een serie, dus er komt er nog eentje. En wie weet nog veel meer herhalingen.